Ja, vanwege de tentoonstelling in het Rijksmuseum. We gaan het meisje met de parel. Ga ik jullie in hele korte lesjes een klein beetje uitleggen. De rest mogen jullie natuurlijk allemaal zelf doen. Maar ik dacht, ja, het is in deze tijd van het jaar 2023 met zoveel Vermeers in Nederland. Ik denk, daar moet ik wat mee gaan doen. Nou, een van de bekendste, hè? Het meisje met de parel. Nou, wat heb ik gedaan? Ik dacht, ik ga even een paar stappen verder. Alleen maar vertellen wat ik gedaan heb. Dan is het voor jullie volgens mij heel goed te doen om het zelf te maken. Ik doe mijn meisje met de parel op een muspaneeltje. Deze maat is 24 bij 30. Ik heb de afdruk van het meisje heb ik in A4 geprint. Heb ik een klein beetje afgeknipt, zodat hij goed nog ruimte heeft rondom het portretje. Je kan hem natuurlijk ook een maatje kleiner maken. Vermeer zelf heeft ook niet zo'n grote maat gemaakt. Maar ik vind 18 bij 24 vind ik een heel fijn maatje. En ja, je kan hem natuurlijk ook op doek doen. Ik doe het dus op paneeltje. Ik had er nog eentje staan in deze maat. Dus dat is eigenlijk de reden dat ik het gedaan heb. Anders had ik een doekje gepakt. Wat ik als eerste heb gedaan is mijn doekje. Je ziet het waarschijnlijk al aan de kleur. Hij is niet wit. Ik heb hem een heel klein laagje acryl gegeven. Op zich is dat voor muspaneel niet nodig. Maar ik vind het lekkerder schilderen op een paneel of een doek met iets een beetje kleur. Dat heb ik gedaan met acrylverf. De kleur moet ik even laten zien. Ruwe omber. Omber naturel. Dat is een transparante, een beetje bruin-groene kleur. Die gebruik ik eigenlijk altijd om een doek mee te prepareren. Dus acrylverf, ruwe omber, een potje water erbij en dan vrij dun over je hele doek, of in mijn geval over het hele paneel, aanbrengen. Ik zit heel ongelukkig. Ik zie dat ik schaduwslag heb, maar dat komt omdat het raam van mij links zit. Maar zo kan ik het in beeld goed laten zien. De volgende, als ik ga schilderen, dan heb ik een andere opstelling, maar voor nu is het even goed. Oké, de zwart-wit afbeelding. Op gewoon papier afgedrukt, wat ik al zei, op A4 formaat. Toen heb ik de achterkant, dan moet ik hem even een stukje loshalen. Ik haal het zo ook zien, dan zie je dat de verf nog net niet goed droog, haal ik het er ook een beetje af. Heb ik de achterkant van mijn A4'tje heb ik helemaal volgekrast met houtskool. En toen heb ik vervolgens heel voorzichtig, toen de ondergrond droog was, heb ik mijn zwart-wit afbeelding op een paneeltje geplakt. Daarna heb ik met een pen alle lijnen overgenomen. De vaste lijnen heb ik helemaal recht met de pen overgenomen. En de stippellijnen op het gezicht een beetje voorzichtig. Of sorry, de schaduw met een stippellijntje voorzichtig in het gezicht. Zou ik dit veel te hard volkrassen, dan heb je misschien moeite om het er goed onder te krijgen als je straks met schilderen gaat beginnen. Hetzelfde bij die neus, hè? Die schaduwlijn hier. Hier heb ik hem bijna overgeslagen. Want je ziet bijna geen contrast tussen de neus en waar de wang begint. Je ziet een klein beetje rozig op de wangen. Maar goed, dat ga ik allemaal wel uitleggen als we gaan schilderen. Dus ook hier geen hele harde lijn. De ogen, daar heb ik al een heel klein beetje het pupilletje donker gemaakt. Ook aan de binnenkant, dat zie je al een klein beetje gaat aankijken. Als ik het papier er straks afhaal. Dat wordt nog spannend, want dat heb ik nog niet gedaan. Wat wel belangrijk is, is als je die oogjes overneemt. Dat je goed kijkt naar het licht en donker. En dan zie je ook meteen dat ik hier, daar waar het donker zit, al een heel klein beetje gekrast heb met mijn pen. Wat je vooral niet moet doen, en dat is echt als je ogen, ik zie het nog zo vaak gebeuren. Als je ogen overneemt, zet geen hele dikke lijn aan de onderkant van het oog. Ik heb liever dat je het aan de bovenkant dik maakt dan aan de onderkant. Want aan de onderkant, je ziet het hier ook, daar zit helemaal geen donkere lijn. Er zit wat schaduwslag precies hier, een beetje daar waar die oog de diepte in gaat. Dus je ziet geen onderlijntje, ook geen wimpers. Dus alles wat we denken dat we moeten doen, moeten we dus niet doen. Dus overnemen wat je ziet. Oké, vervolgens nou het neusje. Kijk, ik zag hier op de zwart-wit afbeelding iets duidelijker een neusgat dan op het origineel. Ik heb hem erin gezet, maar als ik op deze afdruk kijk, wat op zich een hele goede afdruk is, dan zie ik daar ook heel weinig contrast in. Dus ook dit heb ik allemaal een beetje zo gekrast met mijn pen. Nou, dan hier dat slotgootje. En dat mondje. En dat is een hele belangrijke. Want we zijn geneigd om echt wel lippen te schilderen. Maar als je kijkt naar die vorm. Dat bovenlipje loopt een beetje door. Maar is heel kort. Logisch natuurlijk. Want haar gezichtje is gedraaid. En dit is ook een heel kort stukje. Als je hier je pen neerlegt. Dan is dat gedeelte wat je aankijkt van de mond. In verhouding veel langer. Dan het stukje wat van je afgaat. Maar dat is natuurlijk logisch met een gedraaid koppie. Dit lichtje in het mondhoekje. Een heel bekend hooglichtje van Vermeer. Even kijken, nou, de kaaklijn heb ik erin gezet. De hals met de schaduwslag hier. Haar oor heb ik ook op binnenkant al een beetje gekrast.
En de parel overgenomen, daar waar het lichtje komt en daar waar het donker zit, heb ik het ook al een beetje aangegeven. Toen natuurlijk de kraag en de jas, wat ze aan heeft met de plooitjes erin. Nou, als het goed is, heeft hij goed doorgedrukt. Ik steun natuurlijk af en toe tijdens het overnemen best wel een keer met mijn hand op het paneeltje. En dat zal hij waarschijnlijk ook overgenomen hebben, want houtskool trekt natuurlijk ontzettend door. Je kan serralpapier gebruiken, maar ook dat trekt door. Nou, nu gaan we het meemaken. Ik ben heel benieuwd of ze er goed op staat. Ja. Oh, dan zie je meteen goed, denk ik. Ik kijk even naar mijn camera. Ja, even mijn hand weg, anders valt het licht er verkeerd op. Nou, dan zie je eigenlijk dat ze er al qua postuur heel mooi op staat. Dan ga ik met mijn kneedgummetje ga ik een heel klein beetje... Nu ik dat op een paneeltje heb, kan ik het ook gewoon met mijn vinger doen, hoor. Maar als je een doekje hebt, moet je even met een beetje kneedgum... Altijd even de gum warm maken, hè, van tevoren. Dan gumt hij goed. Haal ik even de meest harde vlekken weg. Maar je moet natuurlijk opletten dat je niet je hulplijnen weghaalt. Dus ik heb liever dat je een vlekje laat staan dan dat je een hulplijntje weggumt. Oh, wacht, wat was er zo'n hulplijn van de rug? Nou ja, een beetje gek gezicht. Die komt zo. Oh. Die komt hier ongeveer. Nou, hier een klein beetje weg. Je ziet dat de verf is eraf gegaan door de plakband. Ik heb net niet lang genoeg gewacht. Ik denk, nou, ik neem snel even een videootje op. Ik zit natuurlijk steeds met mijn handen ervoor. Dus ik hou hem even een beetje dichterbij. Nou, het meisje met de parel staat erop. Het enige wat ik nu nog moet doen... Kijk, die vlekjes die hier tussen zitten laat ik staan. Want anders dan ben ik mijn dat hoofddoekje kwijt. Die mooie plooien die erin zitten. Dan ga ik hem fixeren. En ik doe het altijd met fixatief. Je kunt het ook met haarlak doen, maar fixatief is er speciaal voor bestemd. En het zorgt ervoor dat je houtskool niet meer afgeeft op het moment dat je gaat schilderen. Dus dan blijft de afbeelding er goed op staan. Nou, zoals je ziet geeft het een beetje een glansje nog, maar dat droogt in een paar minuten. En ik ga vandaag toch niet verder met schilderen, dus dit geef ik de tijd even te drogen. Dan geeft mijn houtskool niet meer af. En dan ga ik jullie laten zien hoe we de achtergrond gaan schilderen, terwijl de lamp heel erg spiegelt. En hoe we die kleuren gaan mengen. En wat ik zei, ik doe alles maar een klein stukje voor. Ik laat het meeste aan jullie, want uitgebreide cursussen die bied ik op mijn website aan. Maar in het kader van de tentoonstelling van Vermeer, toch een klein cadeautje. Het meisje met de parel. Succes met de opzet!